Den Haag gaat als enige grote gemeente in Nederland door met de krachtwijkenaanpak. Wethouder Marnix Noorden gaat 15 miljoen investeren in de wijken. Dat wordt gebruikt om de buurten schoon te maken en schoon te houden. Maar ook wordt er extra geïnvesteerd in hulp aan probleemgezinnen, die nu vaak overlast voor de buurt veroorzaken. Iedereen die in Den Haag 75 jaar is of ouder, krijgt een oudere adviseur van de gemeente op bezoek. Dat staat in plannen van de gemeente om bejaarden meer te betrekken bij de stad. Er moeten ook 4 nieuwe sportfitplaatsen komen en met sportverenigingen is afgesproken dat ze speciale ouderenlessen gaan geven. Kees Drieberg is de nieuwe algemeen directeur van ADO Den Haag. Hij komt van de Rijnsburgse Boys, waar hij voorzitter is. Drieberg is de opvolger van Matthijs Manders, die vertrok na een paar maanden, omdat de functie niet zijn verwachtingen beantwoordde. Het is nog niet bekend of Drieberg zijn functie bij Rijnsburgse Boys neerlegt.